Welkom lieve Ram, dit is jullie reading voor het einde van september. We gaan kijken van wat je nog verwachten kan. Voor jouw reading gebruik ik de Moonology kaarten en de Santa Muerte Tarot. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Allereerst wil ik jullie bedanken voor je vele likes, de nieuwe abonnees, donaties, vele liefdevolle, warme berichten die ik nog altijd van jullie mag ontvangen via de e-mail. Maar ook de vele aanvragen voor privé reading, coaching, begeleiding, rijke healingen. En natuurlijk ook jullie massale steun op mijn tweede Engelstalige kanaal. En ook op mijn tweelingen- en boogschutter kanaal. Dus mijn nieuwe kanalen. Ben je daar nog niet geweest en heb je interesse in gratis readingen? Kijk dan hieronder. Heel gemakkelijk via de linkjes kom je daar dan. Ook al heb je geen boogschutter of tweeling in je zonmaan, Venus of ascendant. Als de titel je aanspreekt, kan het goed zijn dat die met jou resoneert. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Dus volg al die kanalen. Krijg een notificatie als ik een nieuwe reading weer voor jullie post. Dus dit is de reading voor de Ram. Van nu tot het einde van de maand. Wat mag die Ram verwachten? Ik heb hier aanpassingen zijn nodig. Jij en je geliefde zijn beschermd. En een romantische cyclus begint. Mooi. Dus je moet wat aanpassingen doen. We gaan zo kijken wat die aanpassingen dan precies zijn. Weet dat jij beschermd bent en ook iedereen die je lief hebt. Dit is de kreeftkaart. En de weegschaalkaart dat er een nieuwe romantische cyclus begint. Dat kan zijn met een nieuw persoon, maar het kan ook zijn met een persoon die al in je leven is. Maar dat je vanuit een nieuwe energie vertrekt. We gaan eens kijken. Wat mogen wij weten van... Met betrekking tot die aanpassingen die gedaan moeten worden, die aanpassingen. Koningin van Munten kan met veiligheid, zekerheid, stabiliteit te maken hebben. De vier van bekers. Het gaat over het healen wat je doet. En de zes van zwaarden. Ik heb het gevoel dat je werkt aan je stabiliteit. Je hield het een en ander. Het kan zijn dat je voorheen dat je emotioneel afgesloten was, dat je niet goed tegen afwijzingen kan, dat je vaak ook van je gevoelens wegvlucht en dat je daarmee aan de slag bent gegaan, dat je nog altijd daar druk mee bezig bent en dat dat ook nog jouw aandacht vergt, dus je bent er nog niet. Het hele met de boogschuttenkaart, de temperance, gematigdheidskaart. Dus blijf zeker daarmee aan het werk. Het komt jou en deze cyclus ten goede. Kan zijn dus dat je te maken hebt met een aardeteken of dat je graag zelf stabiliteit wil. Met een steenbok, stier of maagd. En ik heb natuurlijk hier ook die steenbok, maar ik heb het gevoel dat dat in jouw energie zit. Of misschien wel in jullie beide. Ik heb hier de kreeftkaart, een harde buitenkant, een zachte binnenkant. Dus je bent heel liefdevol, maar je hebt heel veel geleerd. Daardoor heb jij een harde buitenkant gekregen en laat je niet zo gemakkelijk meer iemand toe. Pas als je echt iemand volledig vertrouwt, dan mag die persoon in jouw kring komen en eerder niet. Dat was vroeger wel anders, hoor ik. Met... de zes van bekers.
leer jij toch wat liefdevoller te zijn naar buiten toe. Ben je niet meer zo koud en afstandelijk. Die emotioneel afgesloten energie, die laat je definitief achter je. En je komt uit angst voor gebrek, voor afwijzing, voor pijn, verdriet, wat anderen eventueel jou kunnen aandoen. Dat komt omdat je dus aan het helen bent, dan mag ik daar nog meer over weten. Ja, je neemt de tijd om te mediteren, om te rusten, om goed voor jezelf te zorgen, om inzichten te krijgen, waardoor je dus verder komt. Een nieuwe romantische cyclus gaat beginnen, vanuit een nieuwe energie voel ik. Maar je ziet het, voor de meesten is dit geen nieuwe liefde, voor een enkeling wel met de libellen. Maar ik heb het gevoel dat het een bestaande liefde is die wederom aan het transformeren is met die libel. Dat komt omdat zowel jij als de ander, maar voornamelijk jij, vanuit een andere energie die cyclus ingaat. Je transformeert, het is dus ook wel de doodkaart. Je transformeert deze connectie ten goede. En met de ridder van zwaarden heb ik het gevoel dat jij minder abrupt bent, meer die stabiele factor bent. Dat brengt ook meer rust in de connectie. En met de aas van staven heb ik het gevoel dat ook de passie in de connectie weer terugkomt. Dus dat is misschien voor velen ook wel erg fijn. Mogen wij nog meer weten over het hele wat je doet met de Temperance kaart? Uiteindelijk zal je dit achter je laten, die angsten, verdriet, voor afwijzing, etc. En krijg je die 9 van bekers, dus krijg je wensvervulling. Wat mogen wij weten over de 4 van zwaarden? Het hele, je tijd nemen en op een gegeven moment ga je actie ondernemen. Sta jij in je kracht? Met de keizerkaarten neem jij actie richting jouw geliefde. Wat mag ik weten over die aas van staven? Ja, je neemt definitief die beslissing om jezelf open te stellen. Je staat open voor deze connectie. Je laat het defensieve met die 9 van staven achter je. Je gaat die cyclus door. En uiteindelijk met de 2 van staven neem je heel duidelijk die beslissing om voor deze connectie te gaan. En met de sterkaart vindt er heling plaats in deze connectie, vindt er verzoening plaats in deze connectie. En komen je wensen in vervulling. Dus dat is heel erg mooi. Mag ik nog een laatste kaart op die sterkaart? Je bent goed genoeg, daar heb je aan gewerkt. Hè? Een gevoel van afwijzing, gevoel van niet goed genoeg zijn. Kan zijn dat je maagd in je zon, maan, Venus of ascendant hebt. Of dat je gewoon geleerd hebt vanuit zelfliefde. Oude pijnen van vroeger, misschien nooit door je ouders geliefd geweest of afgewezen gevoeld. Misschien was je nooit genoeg, moest je altijd maar voor erkenning, liefde, keihard vechten. En dat ben je nu aan het helen. En dan weet je dus ook dat je genoeg bent voor deze connectie. Heel mooi. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Als ik hier kijk, dan wat ik al zei, kan het zijn dat je te maken hebt met een aardeteken, een steenbok, stier of maagd of die boogschutter. Dan heb ik hier voornamelijk de ramkaart. Ik heb hier de schorpioenkaart met die doodkaart. Ik heb de watermankaart. Dat zijn de prominente. En dan heb ik nog de maagd, de weegschaal en de kreeft. Dat zijn de prominente sterrenbeelden die ik hier zie. Heel veel liefde en licht. Namaste.